Monsters. Aaron en Quinn. Heeft Emma serieus juice over jullie? Geen idee. Ik hoop het niet. Jullie lijken me zo braaf. Ja, dat valt best wel mee, hoor. Gaan we snel genoeg achterkomen, toch? Ik neem aan dat Emma alles op de laptop heeft staan. Nou, ik neem aan dat Emma wel een wachtwoord heeft. Tuurlijk. Maar die weet ik. Hoezo ken jij haar wachtwoord? Emma en ik zijn beste vrienden. Oh, en dan ken je elkaars wachtwoord. Nou, ik heb echt geen idee, hoor, wat het wachtwoord van mijn vrienden zijn. Ik zag het haar toevallig een keer intikken toen we samen een weekendje weg aan het boeken waren. Oh, dus je hebt het gewoon afgekeken? Ik vind het echt heel vaag, hoor. Sorry, niet zo. Ik denk dat we blij moeten zijn dat we überhaupt in die laptop kunnen, toch? Ik ga hem even halen. En gaat het masker nog af, of...? Zeker. Wanneer dan? Nou, als ik dat wil. Niet omdat jij er probleem mee hebt. Jure is lief? Wat schattig. Even kijken, Emma's juice. 30 afleveringen. Weet je. Aflevering 1, Liefs. Aflevering 4, Anna Appelo. Aflevering 6, Steven Kazan. Aflevering 10, Aaron en Quinn. En dan als laatste aflevering 30, Bibi. Dus dit zijn alle mensen die op het feest zijn geweest. Maar een Bibi? Welke Bibi? Bibi Breiman? Of Bibi zonder achternaam? Ik heb mijn naam niet gezien. Dus geen juice over mij, dus ook geen motief. Lekker makkelijk, Char. Wat boeit jou het nou? Jij hebt ook niks, dus jij gaat ook vrij uit. Ik zou zeggen, zoek het lekker uit, toen er ook iets. Ik ben hier om de moord op mijn beste vriendin op te lossen. En ik blijf net zo lang zoeken totdat ik erachter kom wie dit op zijn geweten heeft. Ja, oké, snap ik. Ja, hoe wil je dat doen dan? Alle afleveringen openen? Om te beginnen, ja. Ah, ik ben er echt zwaar op tegen. Ik vind Juice Channels echt walgelijk. Het zijn smerige roddels die mensen kapot maken. En trouwens, 9 van de 10 keer niet eens waar. Ja, maar over iets meer dan 10 uur komt alles online. Dus wat is het alternatief? Of heb je iets te verbergen, Anne? Ik heb ook recht op privacy, Steven. Ja, maar privacy is echt een beetje. Hé, laten we het heel even centraal houden, jongens. En gewoon de eerste aflevering kijken. Die kwam sowieso over 2 uur online. Dus die aflevering van mij komt sowieso online? Nee, Emma gebruikte geen uploadprogrammering. Die wou alles handmatig doen, zodat ze meteen alle views en reacties kon doen. Maar als ze nog leefde, dan zou heel de wereld jouw verhaal kunnen zien. Dus we kunnen hem net zo goed gaan bekijken. Ja, precies. Ja, lekker makkelijk voor jullie. Het gaat over mij en niet over jullie. Ik voel me hier gewoon echt niet chill bij, man. Weet je überhaupt waar het over gaat? Ja, daarom wil ik dat niemand het ziet. Ja, helder. Goed motief dus. Zullen we maar gelijk de politie bellen, jongens? Wat? Doe even normaal, man. Dus omdat ik niet wil dat mensen mijn juice weten, ben ik ineens een moordenaar. Nou, man, ik wil gewoon niet dat de groep dit weet. En nou helemaal niet iemand die niet in zijn gezicht kan laten zien. Ik zeg jullie heel eerlijk, ik snap het wel, man. Oké, wacht. Als we het nou zo doen. Mathieu en ik zijn allebei onschuldig. Dus als wij nou eerst alle episodes kijken die over de groep gaan, samen met de persoon over wie de aflevering gaat, en dan delen we alleen de info die echt te maken heeft met de moord. Niks wat puur juice is. Oké, ja. Goed idee. Oké. Als iedereen dan zo vriendelijk zou willen zijn om deze ruimte te verlaten, behalve Lise en Chardonnay natuurlijk. Ben je klaar voor? Niet echt, maar kom maar op dan. Hallo Juice Lovers en welkom bij de eerste aflevering van Emma's Juice. Je zult misschien denken, oh, weer een nieuw Juice kanaal. Maar ik kan je vertellen, deze komt van een insider uit BN'erland. Ik ga jullie namelijk hoogstpersoonlijk elke ochtend voorzien van 1 minuut sappig wortelsap om je dag mee te beginnen. Mijn ouders zeiden altijd, Emma, eet je wortels. Daar ga je goed van zien. En ik kan jullie vertellen, dat klopt. Al mijn spionnen zien namelijk alles haarscherp. Al mijn juice is uit eerste hand, goed onderzocht en is voorzien van beeldmateriaal. De eerste aflevering gaat over iemand die vooral zelf denkt dat hij een populaire rapper is. Ik heb het namelijk over Leaves Sensei. Oftewel, rapper Fake Leaves. Fake Leaves. Hier zijn namelijk wat beelden van hoe Leaves te werk gaat. Kijk maar even mee. Lieve supporters, heeft iedereen het geheimhoudingsformulier getekend? Ja. Mooi zo. Dit is wat we gaan doen.
Jullie gaan de aankomende dagen mijn nieuwe hit streamen. Er zijn in totaal 15 mensen. Er zitten er nog 5 in mijn kamer en nog 5 in de woonkamer. Dus als iedereen per dag 500 keer mijn hit aanklikt en afspeelt, dan zitten we op 7500 per dag. Doen we dat 2 weken, dan zitten we ruim boven de 100.000 streams. En dat is wat we willen hebben. En daar stopt het niet, hè. Ik wil ook likes, comments, gewoon enthousiasme. Geef de mensen het gevoel alsof het echt is. Oh, wat ga je doen? Even koffie pakken. Hier gaat er iets mis. Hier gaat er echt iets mis. Je krijgt koffie aan het begin van de dag en aan het einde van de dag. Meer niet. Duidelijk. Ja. Let's go dan. Werken, 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 werken. No, man, dit is echt erg, man. En nee, dit is geen uitzondering. Zo ging het elke dag daar, kan ik je vertellen. Hij heeft op deze manier meer dan 160.000 streams gefaked. I mean, oh my god. En ik kan je voorspellen, na deze uitzending niet meer. Heel veel succes met je carrière nog, Lies. Dat ruimt op. En morgen ben ik er weer om 8 uur stipt. Lekker vroeg, zodat je je wortelsap al op hebt voor je naar school gaat. En dan kom ik met pikante juice over niemand minder dan Enzo Knol. Bye! Nee! Wat? Liefs, dit is zo awkward. Hoezo wil je zoveel van die fake streams? Wat? Mijn nieuwe single is toch net uit? Ik wil ook een keertje op nummer 1 komen. Duh, maar dan ga je toch niet de boel lopen manipuleren? Nee, wat Liefs heeft gedaan is niet oké. Maar we zijn zeg maar met een moord bezig. Even prioriteiten. Nee, precies, dit lijkt me toch duidelijk bewijs. Voor wat? Dat ik haar heb vermoord. Ik wist niet dat Emma dit had, man. Oh nee? Waarom had jij dan ruzie met haar? Wat? Wanneer? Afgelopen nacht? Ja. Hij en Emma waren flink aan het bekvechten een paar uur voor het vuurwerk. Kan ik even spreken? Oh, hey Liefs! Wat fijn dat jij er bent! Wat wil je van me? Hoezo? Hoezo? Er gaan al een tijdje geruchten rond dat jij iets van plan bent. En je richt dan vaag op mijn story zo van bi-faker. Wat wil je van plan? Straks wordt alles duidelijk, oké? Okay? Wat ga je straks doen dan? Maak je maar geen zorgen. Je hebt toch 160.000 extra streams op je hit? Je komt vast op nummer 1. Luister. Als er iets van mij naar buiten komt, vermoord ik je. Oké, okay, doei. Ik zweer het, ik vermoord je. Ah. Ik zweer het, ik vermoord je. Dat zei hij tegen haar, sorry, ik vind dat heftig. Ja, maar als ik iemand echt zou vermoorden, dan zou ik het toch niet van de daken gaan schreeuwen? Nou, zou je denken. Maar misschien was dit ook helemaal niet gepland. Huh? Was het een here of the moment ding? Je was er opgepopt genoeg voor. Nee, toch is het geen bewijs. Maar als ze echt nasty juice over je heeft, zou het wel een motief kunnen zijn. Weet je überhaupt waar die beelden vandaan komen? Ja. Hier staat de kruimel die als het goed is. Wacht. Beste influencer. Deze supersonische kruimel die weet elk kruimeltje in elk hoekje te pakken. Geen stofje blijft meer geheim. Veel geluk met deze dief. Liefs Ma-M. Maar M. Wow, C. Wow, je kan hem nog ophangen. De kruimeldief heeft gewoon een camera erin. Maar M, Emma, of course. Sorry, maar ik vind dit vrij obvious. Je trapt hier toch niet in? Als influencer krijg je heel vaak dingen opgestuurd om uit te proberen. Maar jij kennelijk niet. Oké, maar we kunnen dus concluderen dat je zeker wel een motief hebt. Wat Emma over jou naar buiten wil brengen is vrij verwoestend. En je hebt tegen haar geschreeuwd dat je haar dood wil maken. Dat betekent ook niet dat je haar daadwerkelijk vermoord hebt. Maar het ziet er niet echt goed uit voor je. Ik laat eens verder aan jou wat je de groep vertelt. Zo. Eerst cool. Hier blijft zijn lichaam nog wel even goed. Emma. Ik vind het zo erg voor je.
Het is echt vreselijk wat er gebeurd is. En ze is... was... natuurlijk je beste vriendin. Maar wist je wat ze van plan was met die Jews? Want, to be honest... het is echt... echt niet oké. Ik bedoel, ik ken Liefs helemaal niet zo goed, maar... dit kan hem helemaal kapot maken. Nee, ik had geen idee. Ik vind het ook echt heel heftig. Het is des te belangrijker dat we de moordenaar vinden voordat alles naar buiten komt. Zullen we dan maar de volgende aflevering gaan kijken? Nee, dat is niet goed genoeg. We moeten actief op zoek naar de dader, jij en ik. Als je dat wilt tenminste. Jij bent de enige die ik kan vertrouwen. Over jou is geen juice. Ja. Ja, tuurlijk. Je moet dit niet alleen doen. Jij was het echt niet, hè? Nee, natuurlijk niet. Ik zou nooit zoiets kunnen doen. En jij? Ik zou er nooit iets aan doen. Af en toe kon ze best vervelend zijn, hoor, maar... ze was ook echt een lieverd. Ik snap echt niet hoe iemand zoiets kan doen. Wat voor gif zou erin gezeten hebben? Oh, misschien moet je onze collega dokter Elbert van Toptox even bellen. Natuurlijk. Wat ga ik dan zeggen? Hé, dokter Elbert, we zitten hier met een lijk. Wil je ons even helpen? Nee. Je zegt gewoon dat we bezig zijn met een live moordspel. En dat hij onze hulplijn is. Slim. Kijk, daarom wil ik jou in mijn team hebben. Ik ga hem gelijk even bellen. Ik denk dat het prinses Alexia is. Ah nee, die is veel langer. Mijn gok? Huh? Joya Parijs. Weet je wat? Onthul jezelf. Anders dan doen wij het. Weig het niet om aan te roken. Nee, dat gaat ook niet gebeuren. Ik ben een goochelaar. Je zult het niet eens doorhebben, want ik heb hier een... toverstaf. Simsalabim. Hé? Jij? Bibi? Oké, niemand in de buurt. Nee, volgens mij niet. Gaan we doen. Over 9,5 uur komt die juice over ons online, hè? Ja, dat mag echt niet gebeuren. Volgens mij is het zelfs strafbaar wat we hebben gedaan, Aaron. En ik heb echt geen zin om de bak in te dragen. Ja, ik ook niet. Hoe kopen ze überhaupt aan die deur? Geen idee. Ik dacht dat alleen wij dit wisten. Ik ook. Wat er ook gebeurt, die aflevering over ons, die moet verdwijnen. Ja, maar hoe? Ja, wat vet. Een live woordspel. Ik wist eens dat het bestond. Ja, dat is een ding. Zoals dat bordspel met die verdachten en kamers, moordwapens en zo. Ah, je moet me volgende keer echt even uitnodigen, hoor. Want dat is helemaal geschikt voor mij. Maar oké, één van die moordwapens zou dus een injectienaald kunnen zijn? Ja, en er staat op alleen gebruiken bij een anafylactische reactie. Is dat een soort gif of zo? Ah, nee. Dat is gewoon een allergiepen eigenlijk. Die mensen gebruiken die heel erg allergisch voor iets zijn. Bijvoorbeeld voor wespensteken of pinda's. Zonder zo'n injectie kan zo'n allergieaanval anders echt wel fataal zijn eventueel. Heb ik nu de moord voor je opgelost? Heb je gewonnen? Misschien, maar in ieder geval bedankt voor de informatie. Oké, hoi. Ik heb een notenallergie. Mijn hele tong zwelt op, ik word rood, ik val flauw. En vervolgens... En dit belooft een hele juicy aflevering te worden. We hebben een echte, serieuze moordenaar in ons midden. En je gaat nooit raden wie. Oké, het laatste wat ik van Emma nog heb is deze selfie van op het feest. Ik upload hem op sepdetective.nl. Kunnen jullie de foto checken en laten weten of jullie iets verdacht zien? Misschien ligt de oplossing wel recht onder onze neus.